we zijn weer terug. Ik ben weer terug van vakantie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Bartbaan. Ja, het is niet hier op de baan, het is hier vanuit Efteling. Hey, ik ben Bartbaan. En vandaag ga ik een update vlog doen. Maar vandaag wordt eigenlijk een vlog met vooral heel veel nutteloze updates. Updates die er eigenlijk niet heel veel te doen. Maar goed, het zijn de updates, dus we moeten het filmen. Dus dat gaan we ook doen. Ik ben lekker week op vakantie geweest. We gaan een rondje lopen en we zien wel waar het schip strandt. Let's go! Het eerste nieuwtje van vandaag, dat is niet zo heel erg nutteloos, dat is vrij serieus. In de tijd dat ik op vakantie was, was er een beetje onenigheid over de Efteling in het nieuws. Want er waren een aantal coronabesmettingen vastgesteld hier in de Efteling. Volgens mij zijn ze ook niet allemaal in de Efteling opgelopen, maar ook buiten de Efteling. Ja, wat vind ik daarvan? Ja jongens, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben na mijn vakantie één keer hier pas geweest. Het is mijn tweede keer. En ik moet zeggen, de Efteling heeft de coronaregels gewoon ontzettend goed onder controle, vind ik. Ze proberen het goed, ze doen het goed. En ik vind gewoon, als mens op dit moment bang bent om het op te lopen, ja, wat doe je dan hier? Blijf dan thuis. Snap je wat ik bedoel? Maar ik vind dat de Efteling het supergoed heeft geregeld. En uiteindelijk moeten mensen zichzelf aan die anderhalve meter knouwen. Ja, ik heb het al zo vaak gezegd. En het rieltje begint een beetje standaard te worden. Maar als je dit kijkt, jij moet mij nou eens gaan vertellen. Zet maar in de reacties. Ik ga daarover op reageren. Wat is er niet logisch aan op? Rood mag je niet staan, wit mag je wel staan. Ik snap het niet. Misschien handiger geweest als ze groen-rood hadden gemaakt, maar ik kan het gewoon niet begrijpen waarom mensen dit niet snappen. Ik snap het echt niet. Leg het mij uit. Het eerste weetje wat je per se moet weten, het nieuwe update van de Efteling, is dat ze bij mevrouw Bots Koeken vandaag nieuwe parasols hebben. Fantastisch. Het volgende nieuwe updateje wat nieuw is, veranderd is, is in de wachtrij van Max en Moritz. Je hebt namelijk in de wachtrij van Max en Moritz heb je een pomp staan. Een soort fietspomp waar je op kan pompen. En als je daarop pompt, dan komt er een straal water. Die komt daarboven in de achtbaan. Nou, dat is allemaal heel leuk, prima. Maar die hebben ze afgesloten. Waarom? Omdat schijnbaar de doorloop van de wachtrij niet zo goed ging. Maar ja, ik denk bij mijn eigen, is dat niet een beetje van corona? Iedereen aan die dingen met corona, je snapt wel. Want je hebt een aantal andere elementen die er ook voor zorgen dat de wachtrij niet doorloopt. Dus dat vind ik een beetje een onzin reden. Maar dat is ook een beetje vandaag hier vanuit Max en Moritz. Zie je al deze tape op de grond? Nou, ik heb hier alle tape laatst geteld in de Efteling. Check de vlog, link in de bio. Ze hebben bij Max en Moritz en bij verschillende andere attracties gaan ze dat ook doen volgens mij. Ze gaan de tape veranderen van verf. Waarom? Tape is vrij tijdelijk. Dat gaat een beetje verslijten, moet je aanpassen. En als je die stukjes gewoon verf op stukken wachtrij waar dat kan, veel goedkoper, mooier, makkelijker. Het volgende nieuwtje wat je echt moet weten. Ze hebben bij de Vliegende Hollander hebben ze de afgelopen tijd getest om bootjes te laten rijden met spatschermen. Wat betekent dat je geen rij meer tussen elkaar hoeft open te laten. Want dan komen er dus spatschermen komen er tussen de rijen. Je kunt hier even bekijken bij de bootjes. Zeg maar, heb je tussen elke rij komt een spatscherm. Waardoor de bootjes helemaal vol kunnen gaan draaien en rijden zodat er minder lange wachtrijen staan. En er is ook maar arbeid nieuws. Want je kunt bij de Efteling, omdat vorige week was het Nationale Rollercoaster Day, kun je een uur lang ritjes winnen in je favoriete Efteling. Achtbaan, check even de Efteling hoe dat allemaal gaat. Volgens mij moet je een reden opgeven. Zo, superleuke idee. Er is nog iets leuks met de Vliegende Hollander. Want eerst was het zo dat je op banks waar je niet mocht zitten, zat gewoon een rood kruis van tape. Maar mensen hebben dat waarschijnlijk niet gestapt. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gewoon de bankjes, het hout van de stenen afgehaald. Check even. Hier vanuit Ruigenrijk. Sinds vorige week is er een nieuwe Efteling musical in première gegaan in Nederlandse en Belgische theaters. Namelijk Jokie en Jet the Musical. Een supernieuwe productie is er nooit in Efteling theater zien geweest. Hier hebben we een paar fotootjes. Nou, ontzettend leuk. Ik ben er niet geweest. Ik ben ook niet van plan om naartoe te gaan, maar voor de kleine kinderen ontzettend leuk. We gaan nu naar de oude maskramen, de winkel, en dan kom ik tot het laatste updateje van vandaag. Ik ben al op zoek naar nieuwe Efteling magneten die uit zijn, maar ik zie wel trouwens een nieuwe Max en Moritz magneet. Maar ik zie geen nieuwe Efteling magneet. Nou ja, zijn dit geen nieuwe glazen van de kaboutjes en de zes zwanen van Blond? Nou, de magneten zien er zo uit. Ik sprak even een medewerker en de nieuwe magneten waren binnen 2 dagen helemaal uitverkocht. En wil je nou zo'n magneet bemachtigen, vanaf september kun je ze weer kopen, want dan komt er een tweede voorraad naar de Efteling toe. Wat nog leuks om te vertellen als we het over corona hebben. Sinds kort wordt er aan de ingang aan je gevraagd dat je voldoet aan een aantal gezondheidseisen. Volgens mij door je geen gezondheidsklachten hebt, door de afgelopen 14 of 10 dagen niet in een corona-gebied bent geweest, niet in quarantaine hoort te zijn, door je geen familielid of huishouden, iemand hebt die corona heeft of zoiets. Dan wordt aan je gevraagd. Er zijn allemaal regels opgesteld als je binnenkomt. Ja, het valt niet zo erg op, maar het is wel een nieuwe ding wat er toegevoegd. Alles toch iets veiliger te houden hier in de Efteling. Ja jongens, dat eigenlijk is. Het was vandaag een hele
korte update vlog met weetjes die ontzettend leuk zijn voor de echte Efteling diehard fan. Het stelde niet zo heel erg veel voor. Maar ik kan jullie wel vertellen, er komen echt hele leuke video's aan. We gaan de komende tijd een paar dingetjes veranderen. We gaan heel veel gave nieuwe dingen opnemen hier vanuit de Efteling. Dus er komen echt leuke dingen aan. En ik zeg dat altijd alleen als ik ook zeker weet dat het komt. Dus check het binnenkort. Ik wil jou ook bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet dat blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. Moest je maling naar school, succes. En we zien je volgende week weer bij een nieuwe vlog hier vanuit Efteling. Doei doei!